Ja, mijn moeder zei dat ik daarop moest stemmen. Je moeder zei dat je daarop moest stemmen en dan... Stemhulp voor wat mensen die slechtziend zijn. En waar heeft u op gestemd? Op de... Vandaag zijn de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. Wij gaan een kijkje nemen of het leeft bij stembureaus en hier op het horizon. En gaan jullie ook stemmen of dat dan weer net niet? Ja, ja, ik ga wel stemmen. Oh. Ja, ga je stemmen? Ja. En waar ga je op stemmen? Onafhankelijke Politiek Noord-Holland. Onafhankelijke Politiek Noord-Holland. En hoe ben je daar op gekomen? Heb je een stemwijzer ingevuld? Ik heb de stemwijzer gedaan, ja. Ik was gewoon nieuwsgierig of het hier nou een beetje leeft, de verkiezingen vandaag. Merken jullie daar wat van? Leeft het een beetje? Nee. Vijf uur naar school, dus geen tijd. Geen tijd. En gaat u zelf nog stemmen of ook niet echt? Nee, oké. Okay. Duidelijk, nee. Helemaal goed, dankjewel. U bent wezen stemmen hier, of niet? Ja, dat klopt. En u bent voor de Provinciale Staten en voor de? Nee, alleen voor de Provinciale Staten. Alleen voor de Provinciale Staten, want? Ik vind waterschapsbeheer, dat moet bij deskundigen liggen. En ik vind het onzin om daar politieke partijen, om die daarop te stemmen. En dan vind ik een verantwoorde keuze maken niet mogelijk. Oh. Er staat een rij, joh. Nou, als je ziet is het aardig druk hier. Dus, ik zie de rij staan. Ja, zoals je ziet is het ook goed toegankelijk gemaakt. En we hebben als enig stembureau hier in Hoorn een stemhulp voor wat mensen die slechtziend zijn. Want hoe werkt dat dan? Daar kan een stembiljet in en dan kunnen ze voelen, als ze weten welke nummers ze moeten stemmen, kunnen ze een rondje inkleuren. Ah, dus met de voicebox luisteren ze het nummer af en dan hier voelen ze waar dat is. Ja. We hebben één iemand gehad die er gebruik van heeft gemaakt tot nu toe. Heb je een gaatje kunnen vinden vandaag? Ja, ik werk toevallig thuis vandaag, dus ik lekker gaan stemmen. Dat is goed. En hoe ben je tot de conclusie gekomen waar je op gaat stemmen? Sowieso links. En een vriend van mij die werkt in de politiek. U bent net wezen stemmen. Ja, klopt. En waar heeft u op gestemd? Op de 50+. Op 50+. En omdat? Nou, omdat ik tot die categorie hoef. Zo langzamerhand. En omdat ik er een beetje klaar mee ben met dat geharrewar. Geharrewar? Zoals gisteren, hoe ze tegen elkaar tekeer gaan. En zo ben ik niet opgevoed. Ik heb gisteravond het debat gezien. En het gaat vooral over de landelijke politiek. En eigenlijk stem je vandaag voor de Eerste Kamer en niet voor de provincie. Hebben jullie het idee dat de verkiezingen hier een beetje leven op school? Of merk je er eigenlijk helemaal niks van? Nou, voor zover ik weet hebben we er nog niks mee te maken gehad op school. En heeft u dan een kieswijzer ingevuld? Ja. Of? En ik heb een paar partijprogramma's gekeken. Voor de Provinciale Staten heeft u wel wat kunnen vinden. Ja. En mag ik u dan vragen, waar heeft u op gestemd? Ik heb twee keer voor burgerbeweging gestemd. Bent u ook? Zit u in de agrarische sector? Nee, helemaal niet. Dat niet? Maar het is een stem tegen. Mogen jullie stemmen? Ik wel. Ga je stemmen? Nee. Nee? En waarom niet? Ja, geen behoefte aan. En heb je wel gekeken of er partijen tussen zitten of denk je nee? Ja, gewoon helemaal niet de moeite voor gedaan. Kom er eens even bij. Ga jij stemmen? Jazeker. En waar ga jij op stemmen? PVV. Op de PVV? Ja. En waarom? Ja, mijn moeder zei dat ik daarop moest stemmen. Je moeder zei dat je daarop moest stemmen en dan... Nee, ik hou me dus al niet meer bezig. Nee. En heb je zelf ook een stemwijzer ingevuld? Of dat... Ja. En daar kwam je ook ongeveer... Ja, top 3. Top 3. Oh, goed genoeg. Ja, naar je moeder te luisteren. Ja, ja. Je was onderweg om te stemmen. Ik was onderweg om te stemmen, zeker. Maar dat is niet helemaal gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Ja. Het was te druk. Het was te druk. En op zich is dat niet slecht natuurlijk. Ja. Maar ik had eigenlijk gewoon even een kwartiertje eerder weg moeten gaan. Ja. En nu? Nu ga ik vanmiddag vragen of ik eerder weg kan van mijn werk. En dan nog een keer. En waar ga je dan op stemmen straks? Ik ga straks stemmen op GroenLinks. GroenLinks. Ja. En waarom? Nou, ik denk dat de problematiek van nu, dat toch, zeg maar, dat de linkerkant een sterke front heeft om om daaraan mee te doen en om dan uiteindelijk te winnen. Ja, maar er is heel veel links. Waarom gaan we dan voor GroenLinks? Nou, ik denk toch een stukje groen, dat groen wint, zeg maar. Het belang van groen, ja. Of ik stem niet, omdat elke partij heeft wel wat goeds en wat slechts. Ja. Dus dan kan ik wel altijd heel slechte keuze maken. En dan kijk ik eigenlijk meestal naar wat mij aanspreekt. En meestal, dan is dat bijvoorbeeld zo'n Thierry Baudet, maar die zegt dan qua slechte dingen, zulke slechte dingen, dat goede eigenlijk al minder telt. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Precies. Dus dan stem ik meestal niet. Ik zag dat het aardig druk was. Dat is hartstikke druk. En lekker beknopte hokjes met zo'n groot papier. Ja, nou ja, ach, we mogen stemmen, hè. Dat is ook zo. Dus daar ben ik al lang al blij mee.